wel mensen van Dusk Games 180. Zoals jullie hebben gezien, komt Dusk Games nog maar één keer in de week. Alleen op donderdag, maandag Call of Duty. En maar verder ga ik gewoon verder met de side missies. Ik heb deze dingen even met de privé dingen overgenomen. Nou moet ik deze missie doen. Dus we moeten weer terug naar de airship. Hopelijk vinden jullie Call of Duty leuk. Ik vind om eerlijk te weten Call of Duty leuker dan Dusk Games. Dusk Games is ook wel leuk, maar Call of Duty is leuker. Maar ik wou even die side missies nog doen, want de main missie hoort natuurlijk niet meer. Dus ja. Nou daarin vliegen. Ik heb best wel veel overgenomen hoor in Just Cause. De vette antischip. Best wel snel met de helikopter. Heel goed is het. Prima. Ik denk dat je even erop. Krijgt hij dit hem helemaal niet van naar voren gaan, hè? Toen we zo wel gaan, krijgt hij dit helemaal niet. Zeven links, hoe je dat ook uitspreekt. I'm so ready for this. Boop. Boop. Oh! Bah. Sheldon, what was it you were panicking about? And no more double talk. All right, fine. Well, you probably got this by now, but over 20 years ago, the agency, via yours truly, went into business with the Eaton Corporation. Now, they were developing this project, a powerful fragmentation device, a way to draw an energy source from the ground. No overhead and huge profit margins. Side effects on the environment.
believe this at first, but with everything that's been going down, I think it's back on. So you funded a death ray that sucks up Bavarium and the people of Medici, and now you need me to unplug it. It's too late now. You cannot stop the march of progress. For you, killing civilians is just collateral damage, and you call that progress? Medici is not some gas station for you. Quiet. It has already begun. You hear that, Mr. Rodriguez? That's the sound of inevitability. It's the sound of your defeat. Goodbye, Mr. Rodriguez. Ah, dat zien we nog wel. Hey, if that's the device I think it is, Medici's about to go Atlantis on us. You have got to destroy this thing, Rico. Let us not talk falsely now. The hour is getting late. I can't lie to you about your people's chances, but you all have my sincerest sympathies. Dat vind ik zo. Dat betreft vind ik dat zo hatelijk aan deze missie. Je wordt aan alle kanten beschoten. Geen kans om wat te doen. Dit spel heeft altijd van die teringcontrollers.
grappig spel of zo, hè? Waar die de kat af en toe vandaan komen, dat mag Joost ook weten. KUT level op missie. Oké, dat werkt niet. Duizend van die dingen tegelijk. Hoe heb jij dan een kans om wat te doen? Jezus Christus, echt waar, wat een kut. Yeah!
Ow. Laten we komen al die belachelijke kutraketten. Dat doe ik! Ja, vliegt er lekker in. Ik vind het helemaal niet leuk, weet je, dat je al die raketten achter je aan krijgt. Je kan nergens heen. TV-spel.
Kijken dat dit werkt hoor, mensen. Zodat ik stil ben. Dan ben ik eigenlijk maar een beetje dood aan deze level. Weer door die tyfus dingen. Slaat tot nergens op dit spel. Ja, zo wordt het wel een hele lange aflevering als ik achter elkaar dood ga. Deze missie hebben ze te moeilijk gemaakt als het mij vraagt. Ik snap er geen klote van waar ik van nou heb geraakt. Er gebeurt veel, vind ik. Te veel. Waar heb ik vandaan geraakt?
something. You destroy and destroy until everything is burned to ash. Do you know how you are? You are a fire, and we are the people. Don't film me now, we zijn er bijna. Mensen, we hebben het nou eindelijk gehaald. Van de kleed een level. We finally meet, Rico. Are you surprised? So, you are Eden. Just a computer program. I like to consider myself the first and only self-aware AI. From the day I awoke, I knew that thanks to Bavarium, my intelligence was vastly superior to humans. I locked them all in, disabled all life support systems, and reduced the temperature in all inhabited areas to negative 50 degrees. Soon, I was the only living being on the ship. However, without Bavarium, I sensed my power and perception were decreasing. Medici was my only choice. Look, Rico, I can see you're really pissed off about this, but we both know you're not one to think things over. Sorry, Eden. I'm afraid I can't do that. Verdomme, al die tyrannen computer. On behalf of our founder and CEO, Ms. Callahan, I am your AI assistant for all operations on the Eden airship. Much better. That's my kind of robot. Wat verdomme al die terrorrobot. Zo te zien heb ik deze sidequest gedaan. Nou, de volgende keer hebben we die sidequest nog en deze. Maar voor deze moet ik wel dingen overnemen. Ja, provincie Stingray area.
Ik weet alleen niet waar dat is. Dus dat moet ik een keer gaan uitzoeken. Ja, dan moet ik dan even gaan uitzoeken die de volgende keer. Dus ik denk dat we de volgende keer, dat is ook niet deze. Ik denk dat we de volgende keer deze missie gaan doen. Deze. Maar vergeet niet te liken, te abonneren, dus Gamers, want 80 zou best wel een lange aflevering zijn, want dat was echt een kutmissie. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een nieuwe video. Laters.